Elke week op Gamersnet een nieuwe goede vraag. En dat wil zeggen dat we een vraag van jullie gaan beantwoorden. Het is natuurlijk altijd over games. En jazeker, we kregen weer een prangende vraag binnen. Ik dank Fantasy Freak, ons aller, Lars, voor het aanleveren van deze leuke vraag. We gaan het namelijk hebben over de rassen die wij het liefst willen zijn. Welk ras uit een game zou jij willen zijn? Met de achtergrond, de cultuur, de wapens. Het kan allemaal niet zo gek niet bedacht worden. We gaan het erover hebben. Welke rassen willen wij zijn? Er zijn een aantal rassen die ik heel erg tof vind in verschillende games. Ik vind uit bijvoorbeeld Dragon Age vind ik de dwarfs echt super vet. Die leven natuurlijk alleen maar ondergronds. En als ze dan een keertje zeg maar, buiten komen, als ze een soort van verbannen worden uit de ondergrondse, dan hebben ze altijd zoiets van, oh nee, ik val omhoog, want de hemel, de skies, dat zijn ze helemaal niet gewend. Dat is echt super vet. Wat ik ook een vet ras vind, zijn de Twi'leks uit Star Wars natuurlijk. Die hebben in Knights of the Old Republic, worden ze heel goed zeg maar, weergegeven. Dat is echt heel tof, maar er is één ras wat ik wel zou willen zijn. En dat zijn natuurlijk de Krogan uit Mass Effect. De Krogan zijn hele grote, ja, reptielachtige wezens. Heel erg tribaal, dus ze zijn heel erg van het, wij vechten ons omhoog en ze willen ook echt oorlog voeren. En dat hebben ze ook gedaan in het verleden en daarom zijn ze gesteriliseerd door een ander ras. En daar zijn ze natuurlijk heel erg boos over, want daardoor kunnen ze weinig kinderen meer krijgen. En daardoor blijft het volk soort van klein. En die spanning tussen de andere rassen en de Krogan, die eigenlijk meer willen, maar niet meer kunnen. En dan toch dat zelfdestructieve wat ze constant hebben, altijd vechten, is één van de redenen waarom Mass Effect zo'n interessante franchise is. Het is namelijk niet shallow, het is niet van, oh god, we gooien er wat rassen in, ze zien er grappig uit. Ze hebben ook een super vette backstory en dat vind ik heel erg tof aan de Krogan. Als ik dan toch iets mag zijn, dan is het wel een Krogan, want dan ben je gewoon fucking badass. En dat wil ik. En dat lukt me in het leven niet echt. Dus ja, dan maar fantaseren. Ook wel weer sneu, maar het is niet anders. Wat een ongelooflijk toffe frag ook weer voor deze week. Het ras wat ik zou willen zijn in een game. Ja, ik vind het eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Omdat het is best wel moeilijk voor te stellen hoe het is om zo'n soort ras te zijn. Plus, er zijn er echt superveel, zeker in heel veel fantasy games. En ik speel eigenlijk persoonlijk niet heel veel fantasy games. En daardoor moet ik toch wel een beetje met een standaard antwoord gaan. Namelijk een ras uit de Elder Scrolls serie, omdat dat denk ik de meest bekende fantasy is naast World of Warcraft. En dan zou ik toch wel denk ik wel moeten gaan voor de Khajiit, want ik vind hen zo eigenlijk tof. Ze zijn sneaky, ze hebben een vet accent, je bent een fucking katachtige, wat ik al echt heel erg tof vind. Plus eigenlijk gewoon de mogelijkheid om zo erg goed te kunnen sneaken. Want ja, in die game is dat eigenlijk waar dat ras het beste in uitblinkt. Is dat ze super sneaky zijn. Ze kunnen zomaar ongezien ergens binnensluipen. Wat in principe echte katten natuurlijk ook kunnen. En het vette om dan een soort van wel gewoon, ja, cognitief capabel te kunnen zijn. Om te kunnen praten met mensen en gewoon super goed te kunnen handelen. Wat ze ook goed doen. En door de woestijnen te trekken met z'n allen. Dat lijkt me gewoon echt heel vet. Maar dan tegelijkertijd ook dat katachtige in je hebben. Waardoor je en heel goed kan sluipen. En dat je natuurlijk fucking vette klauwen hebt. Waar je gewoon altijd, ja, hand-to-hand combat win je als Khajiit eigenlijk altijd van elk ander ras in die game. En dat lijkt me gewoon echt heel erg tof. En ja, ik weet niet. Om gewoon dat vette accent te hebben. Zeker als een mannelijke Khajiit. Heb je een beetje zo'n wat lager stemmetje. En zo'n ja, een beetje rauwige stem en dat lijkt mij gewoon echt super tof om te hebben. Dus ja, ik zeg toch Khajiit. Wederom een ontzettend leuke vraag. Thanks Lars, ik vind hem fantastisch. Want ik zat meteen te denken, ik denk dat dat super cliché is, want we zeggen het altijd in goede frag. Maar ik ga voor een ras uit, jawel, de Elder Scrolls 5 Skyrim. Of sowieso de hele Elder Scrolls franchise natuurlijk, is niet per se Skyrim. Ik ben heel erg voor het zijn van een Wood Elf. Ik weet het, is een beetje gekke oortjes en zo. Is nog vrij menselijk. Ik bedoel, de Khajiit zijn ook tof, want dat zijn katachtigen die op een toffe manier praten en dieven en vette handelaren zijn. Maar de Wood Elves wil ik, ja, dat vind ik gewoon een tof ras, omdat die een hele gave plek hebben om in te wonen. Die wonen natuurlijk in een enorm bos, waarin ze in allerlei boomhutten wonen. En dan heb je iets van, maat, boomhutten, ik wil in het echte leven in een boomhut wonen. En die gasten doen het gewoon vanuit hun cultuur altijd. Beetje pijl en boog schieten, chillen verder, klein beetje magie.
als je het mij vraagt, zijn de Wood Elves een van de tofste rassen die ik altijd als eerste speel in een Elder Scrolls game. En ik hoop ook heel erg dat Elder Scrolls 6 uiteindelijk naar het thuisland van de Wood Elves gaat. Of, hey, ik ben ook okay met de Khajiit, die zijn ook gaaf. Maar laten we het barre Skyrim even inwisselen voor iets zomerser of iets tropischer. Met natuurlijk gewoon boomhutten. Fuck yeah, de Wood Elves, mijn ras als ik zou mogen kiezen voor de rest van mijn leven. Wat een ontzettende takkenvraag. Niet als in de vraag zelf in het algemeen, het is hartstikke interessant. Maar voor mij, ik heb letterlijk net moeten googlen op zoek naar, oh ja, wat speelde ik ook weer altijd? Maar laat me even teruggaan naar de core, naar mijn eigen hartje. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de game waar ik echt verreweg de meeste tijd in stop, The Sims, zou je denken, daar zit helemaal geen ras in. Jawel, want je hebt altijd de monsters, zo noemen ze de wereld in The Sims, noemt dat zo. Je hebt ook de aliens, je hebt de plant-sims van The Sims 2. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de weerwolf op een gegeven moment gehad, je hebt vampiers. Maar om heel eerlijk te zijn, in The Sims loont het niet om een ander ras dan gewoon Sims te spelen. Dus wat dat betreft, I don't know, gewoon een sim. Maar ik ging dus net even wat meer onderzoek. Dus oké, wat speelde ik ook alweer vooral als ik bijvoorbeeld inderdaad World of Warcraft speelde of meer Diablo kant op ging. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje allemaal hetzelfde, maar maakt niet uit. En ik zat eerst te denken, oh, dan kan ik een grapje maken dat ik een dwerg ben. Want ik ben niet zo heel erg groot. Maar denk ik, ja, maar een gnome is meer. Want een dwerg is heel stoer. Oké, dat ben ik niet. Ik ben meer een gnome dat je denkt, oh my god, seriously. Maar als ik iemand aanmaak, denk ik, dan wil ik wel een beetje badass zijn. En ik wil natuurlijk gelijk net een beetje feminine uitzien. En een beetje sexy. Dus kom ik bij de undead uit. En waarom? 1. Badass. 2. In World of Warcraft heb je natuurlijk gewoon die undead paard erbij. Super awesome. En wat ik zei, het is tegelijkertijd een beetje dat je denkt, oeh, she's got sass. Maar ook dat je denkt, oké, ik kom niet bij haar in de buurt, want ze is fucking undead. Dus qua ras in echt wat ik altijd speel, Sims. Maar als ik terug ga graven of meer om me heen kijken, oh ja, wat kies ik nou echt? Dan ga ik toch altijd meer voor de badass ondoden. Zodoende, daar heb je het. Dat zijn de rassen die wij graag zouden willen zijn. Zij het voor een dag, zij het voor de rest van ons leven. Lijkt ons in ieder geval heel erg leuk. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat jouw antwoord op deze vraag zou zijn. Welk ras zou jij willen zijn uit een game? Vertel het ons, discussieer lekker mee. Dat mag allemaal. En wat natuurlijk ook mag, is het aanleveren van een nieuwe goede vraag. Zodat we volgende week weer een leuke vraag kunnen tackelen vanuit jullie aller reacties. Dus laat iets weten, reageer op de vraag van deze week. En natuurlijk, als je een creatieve vraag hebt om aan ons te stellen, laat het vooral weten. En dan zien we jullie graag terug in de comments bij een andere video of gewoon op gamersnet.nl. Mag je altijd langskomen. We zijn er voor je. Supergezellig.